Het CDA is de stabiele factor. Kiezen voor het CDA is kiezen voor respect en fatsoen. Meer samenleving, minder overheid. Ik heb twee hobby's. Hardlopen en politiek. Allebei vergen uithoudingsvermogen. En daar hou ik wel van. Het CDA wil meer solidariteit tussen generaties en de zorg voor elkaar. Jongeren hebben de toekomst en ouderen de kennis. Een veilig huis in een veilige wijk. Wel zo'n veilig gevoel. Daar hebben we de wijkagent, buurtpreventieteams, goede fietspaden en goede verlichting en uw oplettendheid hard voor nodig. Samen met CDA voor een veilige Roosendaal. De afgelopen raadsperiode is er bijzonder veel gebeurd op het gebied van moderne onderwijsgebouwen in Roosendaal. Denk aan de nieuwbouw JTC, denk aan de plannen voor het Da Vinci College en met name ook aan het Kellenbeek College waar we hier voor staan. Hier worden jongeren opgeleid voor met name beroepen in de zorgsector en daar maakt het CDA zich buitengewoon sterk voor. Ik ben hier bij de Methielschool. Ik zit in de raad van toezicht van deze school. Ik zet me graag belangeloos in voor dit type onderwijs. Ik heb veel waardering voor de toewijding en inzet van het team. Deze kinderen hebben recht op het allerbeste onderwijs dat bij hun mogelijkheden past. Gemoedelijk, gastvrij, gezellig, zoals hier in de Passage. Zo moet de komende jaren de hele Roosendaalse binnenstad gaan worden. Het CDA Roosendaal is van de gratis fietsenstallingen. En dat willen we graag zo houden de komende jaren. U kunt uw fiets hier gratis stallen en er wordt ook op gelet door mensen die dat van harte graag doen. En dat moet zo blijven de komende jaren. Om generaties met elkaar te verbinden hebben we vrijwilligers nodig. Het CDA wil meedenken en vrijwilligerswerk faciliteren en stimuleren. Stem daarom CDA. Wij kiezen voor werk. Zoveel mogelijk mensen aan het werk. Werk is een belangrijke factor om erbij te horen. Wij willen extra aandacht voor werk voor jongeren en voor mensen met een beperking. Ook als je doof bent of een andere beperking hebt, kun je volwaardig werken tegen een normale beloning. Els en Gerard, hier als huishoudelijke hulp en conciërge, hebben het prima naar hun zin. Horen er helemaal bij hier in de sporthal. Mijn hart gaat uit naar kinderen en jongeren in Roosendaal. Een heel mooi initiatief vind ik bijvoorbeeld Speelgoedbank Happy, onderdeel van Stichting Access. Ieder kind heeft recht op speelgoed. Wat er hier ook speelt in Roosendaal, laat het vooral de kinderen zijn. Stem CDA Roosendaal, betrokken, betrouwbaar, puur lokaal. Het is een leutig carnavalscircus in Roosendaal. En daar doen CDA'ers graag aan mee. Net als op 19 maart. Stem CDA. Kies CDA Roosendaal. Samen schepen!